film. Weet je, en hij was René. Eigen script schrijven en de regie voeren. Ik kreeg een zeer veelzijdige indruk van hem. Als een beetje een rare vogel. Ik vind dat ik een goede regisseur was. Hij wist zijn zaakjes wel goed te regelen. Ik verdiende vreselijk veel geld. En hij maakte ruim gebruik van de jaren 70 moraal. Hij had kennelijk een enorm seksappeal. Dat gezellig, dan was dat leuk. Maar zo aantrekkelijk was hij toch niet? Het heeft me absoluut verbaasd dat we nooit meer wat van hem op filmgebied hebben gehoord. Ik vind dat wel jammer. Hij had het in zich. Een soort uitzonderlijke figuur is geweest in de hele Nederlandse filmgeschiedenis. Ik heb maar 70% van mijn potentieel gebruikt. En daar heb ik spijt van.